Celeste, hoi. Hi. Hi. Naomi. Dit zijn de meiden. Celeste. Dit zijn de dames, geef even netjes een handje. Nou Corné, dit zijn de drie jongens die we vanmorgen gewonnen hebben. Hoe gaan we het doen? We gaan oefenen in het gooien. Hoe gaan we een bal tegenhouden? En wat we natuurlijk gaan doen, is dat we even het veld gaan leren kennen. Ja, dat is wel handig, denk ik. Ja, ik zou beginnen met rustig lopen. Praat met elkaar. Kom hier. Elkaar. Kom hier een beetje naar elkaar. Hoe kom je erachter waar zij het is? Met roepen. Ja, heel goed. Precies, juist. Met elkaar roepen. Je hoort het? Zitten belletjes in? Belletjes. Ja. We gaan even gewoon naar elkaar overgooien. Draai het met je bovenlichaam wat in. Daar bouw je vaart mee. Robin. Ja. Prima, dat is een goede bal. Hoe kun je als tegenstander weten waar het goal nog is? Door die lijnen. Door die lijnen, inderdaad. Dat is een hele goede opmerking. Door die lijnen. Op de vloer zitten tapejes. Daar zitten touwtjes onder. En die heb je straks nodig voor die oriëntatie, om te voelen. En iedereen zit bij zo'n touwtje. Voel over de grond, dit is jouw lijn. Daar zit iemand straks. Daar zit iemand straks. En op de twee zijlijntjes, daar staat ook iemand. We gaan nu verdedigen. Haha, leuk. Steun je op één knie. Ja. Eentje heb je om te kunnen bewegen. Hetzelfde met je arm, die heb je wat gekromd, zodat je kan bewegen. Je moet je naar die kant kunnen afzetten. En je moet je naar die andere kant kunnen afzetten. Wauw. Nee, je moet je lang, echt lang maken. Dat is net over de lijn. Als ik één keer klap, duik je naar links. Twee keer klap, duik je naar rechts. Keurig. Wat ook belangrijk is, we gaan elkaar overspelen met de bal. Hier ben ik. Klaar gaan zitten om de bal te ontvangen. Ja. Zorg een beetje dat je met je lichaam naar diegene toegedraaid staat. Ja. Pressie. Woe! Keurig. Ja, goed zo. Probeer gelijk die bal op te rapen, want wij moeten hem teruggooien. Goed. Tijd voor de finale. Corné, hoe gaan we die spelen? We spelen 10 minuten. Ja. En degene die de meeste doelpunten maakt, die heeft gewonnen. Zo, dat klinkt heel makkelijk, maar Celeste, zijn er ook nog spelregels? Ja, iedereen moet stil zijn tijdens het gooien van de bal. De bal moet binnen 10 seconden weer teruggespeeld worden. Is er nog iets wat er gebeurt als je hier niet aan houdt? Zeker, dan krijg je een penalty tegen. En wie gaat dat allemaal in de gaten houden? Dat ga ik doen. Ik ben de scheidsrechter van deze wedstrijd. Oké, nou, helemaal duidelijk. Heb je maar. Kom op, opschieten, opschieten. 2 seconden. Strafschot voor de dames. Dennis, daar moet je alleen op komen. Kom op, hè. Pak hem. Lekker. De tijd is om. We spelen naar het winnend doelpunt. Lekker, Sophiatje.